Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. En het is vandaag een hele leuke video, want vanaf vandaag, vanaf dat je deze video kijkt, dus vanaf nu, staan mijn allereerste presets ooit te koop online. Blijf zeker kijken tot het einde van de video, want er komt nog een kleine verrassing aan. Ik heb gewerkt rond 3 presets, 2 in kleuren en 1 zwart-wit. Ik ben er zelf super tevreden van. Het zijn ook presets die ik zelf echt gebruik om mijn foto's te editen. Ik heb ze dus niet speciaal voor verkoop gemaakt, wat dat wil zeggen dat het echt mijn eigen stijl is en dat het presets zijn die ik echt in het dagelijks leven gebruik. In deze video ga ik jullie wat uitleg geven over hoe dat je ze moet bestellen en hoe dat je ze uiteindelijk ook kan installeren, zowel op je gewone laptop of computer als op je gsm. Maar dan nu misschien het belangrijkste, hoe kan je ze bestellen? Omdat dit mijn allereerste presets zijn, heb ik ervoor gekozen om momenteel alles nog zelf manueel te doen. Wat wil dat zeggen? Ik ga hieronder de link zetten om de presets te kopen en je komt dan eigenlijk op mijn website terecht. Daar kan je de 3 presets nog eens zien met zo'n slidertje van before en after. Kan je nog eens goed kijken welke preset of dat je ze allemaal wilt of welke dat je voorkeur heeft. Als je hebt gekozen welke preset je graag zou bestellen, dan scroll je helemaal naar onder en daar vind je een bestelformuliertje. Gewoon mailadres, naam invullen en aanduiden welke preset welke presets je wil kopen of dat je kiest voor het voordeelpack. Dat zijn ze alle 3 tezamen voor een goedkoper prijsje. Dat mailtje komt dan in mijn mailbox terecht. Ik stuur jou een volledig overzicht van het totaal te betalen bedrag door. En van zodra de betaling in orde gebracht is, dan ontvang je een mailtje van mij met de downloadlink voor de presets die je hebt gekozen. Om er zeker van te zijn dat jullie de presets goed gebruiken, heb ik ook nog een korte uitleg over hoe je ze op je gsm krijgt. Dus je gaat van mij een link krijgen waardoor je in Google Drive terechtkomt. En dan ga je in het mapje terechtkomen van presets. Bijvoorbeeld, stel nu dat je Make It Pop gekocht hebt. Ik ga daarmee het voorbeeld doen. En dan krijg je 2 files in je mapje. De XMP-file is voor op je laptop en de .dng-file is voor op je gsm. En dan klik je gewoon op de 3 puntjes en dan kies je voor openen in. En dan kies je hier voor Lightroom. Start Lightroom nu en dan is het even wachten totdat de foto geïmporteerd wordt. En dan open je gewoon de foto. Dan klik je hier op de 3 puntjes en kies je voor instellingen kopiëren. En dan kies je een foto die je graag wil editen. Kies je op de 3 puntjes. En dan kies je voor instellingen plakken. Nu, je zou dat zo foto per foto kunnen doen, maar dat is natuurlijk niet het nut van een preset. Je gaat dus nog hier op de 3 puntjes klikken en dan ga je kiezen voor voorinstelling maken. Je mag die voorinstelling de naam geven die je zelf vult, maar het gemakkelijkste is om gewoon de naam te houden die ik heb gekozen. Dan weet je altijd om welke preset het gaat. En dan klik je gewoon op gereed en het vinkje en dan is de voorinstelling opgeslagen. Heb je een betaald abonnement op Adobe Creative Cloud, dan kan het ook een heel stuk makkelijker. Dan kan je gewoon Lightroom, de webversie, daarvan downloaden. Let op, dat is niet de Lightroom Classic. Die ziet er ook helemaal anders uit. Dus dan open je deze. Je opent het paneeltje voorinstellingen. De 3 puntjes hier. Dan kies je op voorinstellingen importeren. Je kiest dan voor bijvoorbeeld opnieuw Make It Pop. Die verschijnt dan hier in een mapje Presets 2020. En als je daar dan op klikt, wordt die ook toegepast op de foto. En als je dan hier van boven op het wolkje klikt, bij mij doet hij dat automatisch. Dan gaat hij synchroniseren met alle Lightroom-versies die op jouw naam staan. En dat wil dus zeggen dat die automatisch ook zullen ingeladen worden in de app die op je gsm staat. Hoe moet je het dan precies doen op je laptop? Wel, je krijgt toegang tot een mapje. Waar je dan gewoon rechtermuisklik downloaden kan klikken. Moet je wel even 1 voor 1 downloaden. Die komen dan gewoon bij je downloads. Dan open je Lightroom Classic, dus de gewone versie op je laptop. Niet de webversie die je gebruikt voor de mobile. En dan kies je voor het tabbladje ontwikkelen. En dan kies je hier het plusje, voorinstellingen importeren. En dan kies je ervoor om de gewenste presets in je Lightroom te importeren en dan komen die hier langs de linkerkant erbij en kan je volop uitkiezen welke je op de foto wil gebruiken. Ik had ook gezegd dat het de moeite waard was om tot het einde van de video te blijven kijken, want ik heb nog een kleine verrassing voor jullie. Namelijk de eerste 5 mensen die nu een preset kopen, 1, 2 of ze allemaal, dat maakt niet uit, maar de eerste 5 mensen
die nu hun bestelling plaatsen, die krijgen van mij meteen een voucher van 10 euro korting bij de boeking van een fotoshoot. Uiteraard gaat die nu nog even moeten wachten door de hele crisissituatie, maar je krijgt die voucher van mij en die blijft geldig tot het einde van 2020. Dus ik zou zeggen, als je graag een preset koopt, haast je dan heel snel dat je bij de eerste 5 bent, zodat je die voucher ook toegestuurd krijgt. Heb je een preset gekocht, maar ben je niet bij de eerste 5? Niet getreurd, want ook voor jullie heb ik nog een kleine verrassing. Deel jullie aankoop op jullie story op Instagram. Maakt niet uit hoe het, maar gewoon een fotootje van je computerscherm zijn. Of dat mag een tab to edit zijn met een van je foto's met mijn presets dan. Vergeet ook zeker niet om mij te taggen. En dan maken ook jullie nog kans op een voucher van 10 euro voor een fotoshoot. Dus niet getreurd als je niet bij de eerste 5 bent. Je maakt nog altijd kans op zo'n cadeaubon. Je kan dit doen tot en met volgende week vrijdag, want op 27 maart wordt de winnaar bekendgemaakt via mijn Instagram. Dus hou dat zeker en vast in de gaten. Ik hoop natuurlijk dat jullie er heel blij mee gaan zijn en dat jullie enthousiast zijn over de presets. Laat mij zeker en vast weten wat je ervan vindt als je er eentje of meerdere hebt gekocht. Dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en dan zie ik jullie heel graag opnieuw in een volgende video.